Deze week neem ik jullie mee naar het jaar 1980. Meer bepaald naar 29 juli. Het hoogtepunt van dat jaar moest later nog gebeuren, want toen werd ik geboren. Maar die zondag was ook onvergetelijk. juli dus. Die dag stond de langste rit van de Tierronde van Frankrijk op het programma. Een rit met aankomst in de Belgische Ardennen in Luik. Een heuse Luik-Bastenaken-Luik dus. Ik sprak met een van de protagonisten van die dag, de Nederlander Henk Lubberding. En ik vroeg hem wat hij zich nog herinnert van die dag. Het was volgens mij een beetje een natte dag. Ja. In het vertrek. En ik had in dat jaar Luik-Bastenaken-Luik gereden, met een chronische verkoudheid blijven zitten. Ik had een slechte dag, dus de hele dag mijn hoofd vol met snot zitten, zoals wij dat Hollanders noemen. Ja. En op het eind toen kreeg ik, want het was de langste rit uit de Tour, toen kreeg ik een beetje wat meer lucht, dus er kwam een beetje ruimte. En volgens mij reed Jean-Luc van den Broeke nog voor dat groepje. Ja. Volgens mij was die alleen weg, of net iets eerder weg. En ben ik dan met die drie anderen naartoe gereden. Jean-Luc van den Broeke, de oom van Frank van den Broeke, wijlen Frank van den Broeke, die reed inderdaad op kop. En Henk Lubberding reed daar naartoe. Er waren ook drie Belgen die kwamen aansluiten. Ronnie Klaas, Guido van Kalster en Eddy Schepers. We kregen dus een koproep met vier Belgen en één Nederlander. Dat in een rit met aankomst in België. Het kon niet meer misgaan voor de Belgen. Had Henk schrik voor die Belgen? Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Ik heb alleen gedacht, het is makkelijker om met vier Belgen voorop te zitten. En zeker na die tijd heb ik dat gedacht, dan als met alleen maar Nederlanders. In die gedachte heb ik wel gedacht. En ik wist dat ik met Van Kalsen sowieso niet meer naar de streep moest rijden. En ik wist ook niet meer hoe goed dat Van den Broeke was, want die pakte niet meer over. Die hadden wij ingehaald, of bijgehaald, zoals jullie dat noemen. Ja. En die pakte niet meer over. En of hij nou wel of niet kon, ja, dat kon ik niet inschatten. Het leek van niet, maar dus. En Van Kalsen was echt de rapste. Ronnie Klaas was volgens mij ook niet traag, maar dat was niet de bekendste. Ja. En Eddy Schepers, die kende ik wel, maar ja, die was nog wel de klop in de sprint, dus die moest eigenlijk ook weg zien te komen. Ja. Van den Broeke reageerde op niks. Ik had een paar keer zo flauw gedemareerd om eens te pokeren. En Van den Broeke deed helemaal niks. Dus toen dacht ik, ja, die kan niks. En het was niet een keer Schepers of Van Kalster of Klaas, maar vooral Schepers die alert reageerden iedere keer. We kregen dus een spervuur van aanvallen in de finale. En van samenhorigheid bij de Belgen was geen sprake. Op een bepaald moment acht Henk Lubberding zijn moment gekomen. Nou ja, en toen hoorde ik een motor achter me aankomen rijden. En het was ook het moment, dat kun je niet zeggen, dat voel je. En meer dat die motor daar zo schuin achter me wegkomt, demareer ik ook. Ja. En dat doe je denk ik voor het geluid of misschien nog voor een beetje windvoordeel. Ik weet het niet, maar ja, dat zijn instinctieve dingen. Mm-hmm. En dat was ook de goede demarrage. Ja, maar ja. Daarvoor had ik al een paar keer zo, niet echt vol, maar zo'n beetje gedemareerd in de hoop dat ze helemaal niet zouden reageren. Dat ze gelijk naar elkaar gingen kijken, maar dat deden ze dus niet. Maar ze begonnen steeds langer en meer naar elkaar te kijken, dat zag ik dus. Ja. Ik denk, ja, als er even twijfel is, dan ben ik weg. Henk Lubberding, een Nederlander, verslaat vier Belgen. Dat was ook de pers niet ontgaan. Ja, dat stond in Nederland wel in de krant, zoiets, ja. Ja. Lubberding, klopt je Belgen of... ik weet niet meer. In ieder geval, het werd wel aangehaald dat het wel bijzonder was dat een Hollander tegen vier Belgen... Landgenoten gunnen het elkaar vooral niet. En dan is het of helemaal niet beter kunnen. Dan moet je iets. Maar als je nog kunt counteren, ja, dan kan je denk ik eerder met iets meer venijn op een landgenoot dan als op een buitenlander. De Tour van 1980 was legendarisch voor de Nederlanders. Joop Zoetemaak won het eindklassement en Henk werd nog tiende.
Hoe komt het dat die Nederlanders toen zo sterk waren? Nou, er is een tour geweest dat wij 11 etappes wonnen. Dus jij bent een beetje opgegroeid met de Mapai-ploeg. Ja. Of Mapai zeg ik, met de Quickstep-ploeg. Ja, ja, Mapai ook nog, ja. Ja, ja, maar Quickstep vooral nu. Ja. Nou ja, dat kun je wel vergelijken met de rallyploeg. Dus er zitten, er zaten veel winnaars in dat team. En er was een goede, of er waren meerdere dirigenten die het spel ook konden sturen. Dus er was er één terdege de baas op de fiets, dat was Jan Raas. Ja. Dat was eigenlijk de leider. En nou, daar hadden we nog een kneteman, dat was ook niet de domste op de fiets. Dus we hadden slimme renners en die dwongen ook af dat, dat er voor hun gereden werd. En als hun niet in de situatie waren om te kunnen winnen, nou werden wij uitgespeeld, snap je? Mm-hmm. Of zoals nu, in die, wat jij nu over hebt, over de langste rit naar Luik in de Tour. Ja, dat is een kwestie van wie zit er op dat moment nog van voren en wie kan er nog iets. De T-Rally-ploeg van Post, die leek op de Quickstep-ploeg van nu. Als we nu kijken naar de huidige generatie Nederlanders, dan kan die prestatie misschien wel geëvenaard worden. Wat denkt Henk daarover? Nou, die is niet op komst, die is er al, hè? Ja. Ja, en Dumoulin ook nog naar de grootste ploeg van Nederland. Ja. Dus dat begint al op te lijken. Kijk, en nu hadden we al jaren de verdeeldheid van Nederlandse renners in verschillende ploegen. Mm-hmm. En toen, in die tijd, hadden we echt de beste Nederlandse renners zat in de rallyploeg. Ja. Snap je? Ja. En dan kun je ook een vuist maken en dan moet je ook nog elkaar kunnen verstaan. Je hebt dus helpers nodig en je hebt echte kopmannen. Mm-hmm. Nou ja, die kopmannen die hebben we, maar nu is de vraag, willen ze voor elkaar ook ja, alles doen wat nodig is? Dus het is wel een prachtige lichting, ja, zowel als, als in Nederland, maar ook in België begint er toch wel weer wat te bloeien. De toekomst ziet er dus goed uit voor de Belgen en de Nederlanders. Misschien kunnen we binnen een paar jaar een Nederlandse of een Belgische winnaar op de erelijst van de Ronde van Frankrijk schrijven. Dit was het verhaal van Henk Lubberdink. Een Nederlander verslaat vier Belgen in de langste rit van de Ronde van Frankrijk 1980. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.